Goedenavond iedereen, welkom in de stream. We zien dat er waarschijnlijk een aantal problems zijn. Dus we gaan het even moeten opvolgen, jongens. Waarschijnlijk dat de settings eventjes een reset dienen te krijgen. Dus we gaan meteen even kijken wat het probleem is. Ik ben Nicolas, goedenavond iedereen. En laat even weten hoe jullie de stream ervaren. Want ik denk dat er redelijk wat vertraging op zit. Ik denk het. Give me a minute. Ja, Niels, inderdaad. Je bent op tijd. Welkom. Laat even weten, jongens, of dat de stream goed werkt. Want het doet hier echt wel heel vreemd. Dat is ook een van de redenen waarom we eigenlijk van YouTube weg willen. Want het switcht alle kanten op. En ja, de stream die gaat behoorlijk crazy hoor. Wauw. Dag Jolanda, Doreen. Goedenavond iedereen. Ja, goedenavond. Geluid goed. Dankjewel Veerle voor de update. Super dat je me even de stand van zaken doorgeeft. 21 mensen live. Laat het even weten hoe reageert de stream. Komt alles vlotjes binnen. Laat het even weten. En dan kan ik zo meteen overschakelen naar het nieuwe beeld. Alles goed. Cornelis, dankjewel. Doreen, geluid goed. Dankjewel. Goedenavond, 1, 2, 3, 4. En ja, het is toch vreemd hoor. YouTube die heeft toch wel wat issues, lijkt mij. Dus straks gaan we ook alle updates even met jullie overlopen. Wat is er nu van aan? Gaat de Noodweer Benelux weg van YouTube? Nee, dat is niet het geval. We blijven bij YouTube. Maar of we daar livestreams gaan doen, dat is de vraag. Dylan, dankjewel voor de melding. 40 mensen live, goedenavond. Het is een test die we eventjes draaien om te zien of alle instellingen goed staan. En dan gaan we er meteen aan beginnen, aan het weerbericht. Want ja, jullie zitten er toch wel op te wachten, zo lijkt het. Goed, het beeld komt er niet binnen, schrijft iemand. Ja, dat is ook logisch, want het staat nog allemaal op het eerste scherm. Goed, even zien of dit werkt. Ook dit werkt. 50 mensen live. Goedenavond iedereen. Ik zou één iets willen vragen, als ik dan toch een warme oproep mag doen. Ken je mensen die vorstgevoelige planten hebben staan buiten? Of mensen die in de tuin actief zijn, deel even de stream op de Facebook, op de Twitterpagina van die mensen, want het is echt wel belangrijk wat we hier vanavond gaan bespreken. En terwijl ik dat doe, zie ik dat er eigenlijk geen connectie is met YouTube, allemaal heel vreemd. Nee, Cornelis, we hebben een vrij zwaar abonnement wat betreft internet. WM Warlop, kan je dit lezen? Ja, ik kan dat zeker lezen. We hebben hier wat delay op YouTube. Bij een andere streamingsdienst is er eigenlijk maar 5 seconden vertraging. Dus daar gaat het heel snel. Ronald die meldt. Ja, het werkt. Dankjewel, Ronald. We gaan even kijken of we het nog wat beter krijgen. 51 mensen live. Goedenavond iedereen. Een nieuwe livestream van Noodweer Benelux op jullie welbekend platform. YouTube, it is. En we gaan zien hoe deze stream zich gedraagt. Hopelijk werkt alles prima. Geen vertraging. Dat zou geweldig zijn. Goed, laat ook maar een aantal reacties horen. Dan weet ik dat de kwaliteit van de stream optimaal blijft. Dus reageer zeker even in de comments als je wil. Dat zou voor mij wel super belangrijk zijn. Dankjewel Jelmer voor de update. Top. Altijd fijn om te zien. Voilà. Dankjewel Lilian. Ze schrijft, ik heb al een aantal puntjes verzameld voor het nieuwe platform waarop de streams komen. Wel, we gaan straks iedereen die kijkt, gaan we er toch even naar meepakken. En Ruben, die is er ook bij. Goedenavond Ruben. En die schrijft, nee... niet dat nieuwe platform. Wel, ik moet er toch even bij zeggen, Ruben.
Als je weet dat YouTube met heel veel gaat lopen van mijn werk die ik hier telkens insteek, en dat is toch wel bij veel livestreams een uur dat ik eigenlijk mijn tijd hier aan spendeer, wat ik uiteraard met heel veel passie doe en alles erop en eraan. Maar ja, YouTube is een Google-product en dan moet ik al niet verder gaan vertellen, zeker. YouTube die zegt voor kleine streamers, ja, we gaan daar toch niet zoveel promotie voor voeren. En dat is bij het nieuwe platform helemaal niet aan de orde. Het nieuwe platform werkt op een gloednieuwe technologie, de blockchain-technologie. En daar is het ook mogelijk om te doneren, dat is ook handig. Maar het leuke is, iedereen die kijkt, jullie dus, kunnen met dat nieuw platform, als ik daar ga op streamen, en nu komt het, guys, jullie kunnen daar ook iets aan verdienen. En dan wordt het plots wel heel erg stil, denk ik. Hoe dat allemaal werkt, jongens, we gaan het uitleggen. En inderdaad, Ruben, ik ben niet vandaag op D-Live, omdat ik het toch wel belangrijk vind om jullie allemaal even kort te informeren wat dat nieuwe platform nu allemaal is. Het is echt een enorme concurrent in wording tegenover YouTube. Notweer Benelux die houdt van nieuwe technologieën en de standaardzaken die al lange tijd bestaan. Ja, vergelijk het met uw gsm-rekening of uw internetabonnement. Veel mensen blijven jaren bij hetzelfde abonnement, terwijl het eigenlijk bij de andere partij beter en goedkoper is. Dus guys, maybe we say goodbye to YouTube, maar daarvoor gaan we jullie uiteraard eventjes een volledige update geven. Maar het gaat hier uiteraard niet om een promoshow naar het nieuwe streamingsplatform. Ik ga het jullie wel even uitleggen. En de reden waarom we zouden moven is omdat YouTube inderdaad voor onze kleine streamers heel veel kansen wegneemt. Het heeft heel veel kansen gegeven, dat zeker en vast, maar op een gegeven moment is het toch allemaal wel wat verwaterd. DJ Vince, welkom jongen. Hey, super, 60 mensen live. Dus ik kan het niet genoeg zeggen. Ken je mensen die in de tuinsector actief zijn, die vorstgevoelige planten hebben staan? Wel, mensen nodig die nu uit naar de stream. Het maakt op zich niet veel uit hoeveel er straks live in deze stream zitten. Het is gewoon voor die mensen te waarschuwen. Er komt een zeer koud intermezzo aan. En we zitten het al 3 dagen te zeggen op onze Facebookpagina. En dan hoor je dat er weer niet veel van waar zal zijn. Wel ja, helaas, jullie kennen het nu wel al langer, Noodweer Benelux. Jullie weten, als we 2-3 dagen op voorhand iets vertellen, dat het er wellicht ook zit aan te komen. En in heel zeldzame gevallen moeten we dan inderdaad ook gaan bijsturen. Maar zo eerlijk zijn we dan wel. Goed, de counter die staat al een tijdje op 0. Guys, it's time. Let's go, jongens. Goedenavond iedereen, super dat jullie er allemaal bij zijn. Voor mij is het echt wel, echt al een tijdje geleden, zo voelt het wel aan, een nieuwe YouTube livestream van Noodweer Benelux. Wat gaan we hierin bespreken? We gaan het hebben over die move naar een eventueel nieuw platform, gloednieuw. Het bestaat echt nog niet lang, het is ook nog in volle ontwikkeling. Dus er zijn een aantal features die niet aanwezig zijn op dat nieuwe platform. En er zijn een aantal features wel aanwezig op dat andere platform wat YouTube niet heeft. Dus daar gaan we het kort over hebben. We gaan het uiteraard ook hebben over de vrieskou die op weg is. Want ja, dat is de titel van deze YouTube Live. Boom. En dan gaan we gewoon jullie volgende week meepakken. Want eerlijk gezegd, ik zie eigenlijk de setting voor komend weekend niet echt zitten. Ik heb al 2 keer 10 centimeter sneeuw gehad. En wat mij betreft is die sneeuwhonger nu wel gestild. En in april, ja jongens, wie zit nu nog te wachten op sneeuw? Ik denk geen kat. Dus ik geef een voorkeur aan 25 graden. Drop even in de chat wat jullie voorkeur is. Optie 1, het koud scenario voor een langere tijd. Of optie 2... 20 graden, jongens. Hey, Joran de Klerk, hallo Nicolas, schrijft hij. Joran, welkom in de stream. En de kijkers, where are they? There are they. Hey. Yes. Goed, de duimpjes die staan op 27. Dankjewel aan iedereen die dat gedaan heeft.
Ronald, welkom iedereen. Super dat jullie erbij zijn. Dus ik zie het wel verschijnen. Optie 1, optie 2. Optie 1 de koude variant, optie 2 de warme variant. Wat mag het van jou nu heel snel worden? Goed. Vooraleer dat we het weerkundige gaan bespreken, ga ik even vertellen wat er nu eigenlijk allemaal aan de hand was. Gisteren komt Nicolas een nieuw platform tegen. Het heet D-Live. En het is een platform die je ook hier in de beschrijving kan bezoeken. Dan kom je direct bij ons terecht. En het werkt totaal anders dan YouTube. YouTube die zegt eigenlijk, ja, Nicolas, jij met je 7400 streamers, wauw, allemaal super. Je steekt er je uur, je werk in. En ja, eigenlijk, wat YouTube betreft, die beloont ons eigenlijk niet erg. En eigenlijk jullie ook niet. Jullie zitten 30 minuutjes of langer te kijken naar mij. En dan denken jullie wel, oh, wat een zalige streamer is dat. Dat hoop ik. Maar je verdient er eigenlijk niks aan. Je support mij er wel mee. Dat wel. Maar het nieuwe platform, jongens, hold on tight. Voor de mensen die iets ouder zijn, die wat ICT betreft niet echt mee zijn. Ik ga niet uit de doeken doen hoe het echt werkt, het nieuwe platform. Maar het komt erop neer. Alle reacties die je daar schrijft op dat nieuwe platform, die zorgen ervoor dat ja, alles wat verdiend wordt door een streamer, dat het ook bij die persoon terechtkomt. Plus, zelf ga je er ook iets aan hebben, want hoe meer je reageert en hoe langer je kijkt naar mijn streams, hoe interessanter het wordt. Dus we gaan het direct even bekijken en dan gaan we direct naar het weerkundige. Dus waar moet je straks even gaan volgen? Dit is het, D-Live. Yes. Dus in de beschrijving hier van de video, daar staat het linkje naar ons kanaal. En daar moet je even hier, zal een knop staan met een hartje om te gaan volgen. Dus eigenlijk te abonneren zoals je ook hebt bij YouTube. En je ziet, ja, er zitten al heel veel van jullie mensen die zijn al geabonneerd. Kijk, als we even naar boven gaan, dan gaat dat zomaar door. Je kan ook leuke gif-dingetjes droppen. Ik zie dat Ingrid er al bij is, Maaike er al bij is. Ruben de Klerk, welkom. Dus wat moet je doen straks? Je gaat even naar het linkje in de beschrijving, dlive.tv/noodweerbenelux. Dan ga je gewoon op volgen drukken. Even gemakkelijk met je Facebook, je e-mailadres inloggen en dan kan je die follow-knop vinden. En ja, ik zeg het, ik geef het deze maand een testperiode. Dus deze maand gaan we even testen op D-Live wat het allemaal doet. En ik moet ook zeggen, de grootste YouTuber ter wereld, met 93 miljoen YouTube-fans, die zegt, ja, YouTube kan me gestolen worden, we gaan het overboord gooien en we gaan naar D-Live. Dus jongens, dat wil echt wel iets zijn. Dus we gaan het zien, het is een gloednieuw platform, je kan mij citroenen doneren, je kan mij diamanten doneren, je kan mij zelfs een Lamborghini doneren. Nee, alle gekheid op een stokje. Het zijn een aantal leuke features die je daar kan doen. En ja, op het einde van de rit kan ik er misschien iets mee verdienen. We zullen het zien wat het allemaal doet. Tot nu zeg ik YouTube, it is. Vanavond dan toch. En we gaan zien wie er allemaal bij komt. En daarom, Mertens, dikke baas, jongen. Goed, we gaan het zien. Voilà. En tot zover het verhaal. Wat D-Live betreft, zeg je van, ja, dat lijkt mij wel leuk, ik ga er zeker even naartoe. Zeg je van, nee, ik blijf liever op YouTube, ook dat blijft aan de orde, want Noodweer Benelux gaat niet weg van YouTube. Nee, dat niet. We gaan met ons weerbericht blijven komen. Weerman Louis, die blijft vertrouwd met YouTube, dus dat verandert niet. En misschien doe ik er ook wel nog ergens een livestream bovenop, als D-Live niks wordt. Oké, genoeg gebabbeld. 80 mensen live. Ruben de Klerk, Marlena. Ik zou aan jullie willen vragen om nu allemaal even het woordje spicy in de chat te zetten. En dan zie ik wie er allemaal bij is. Want ja, 81 mensen. Ik ben benieuwd. Laat ook even los wie het allemaal gedeeld heeft op de Twitter of de Facebook. En ja, dan gaan we starten, want er staat ons, holy damn, een crazy weerbeeld te wachten.
Jojojo, ik zeg het. Als we dit hadden 2 maanden geleden, Nicolas hing off the chain. En ik was al behoorlijk hyped in januari en februari met die sneeuw. Maar jongens, de kaarten nu, ze zijn echt wel crazy. Goed, ik moet even, en dat doet mij er wel aan herinneren, even overschakelen naar een ander chatscherm, want ik moet nog iets klaarzetten, namelijk mijn Picasso-tool. Ronald, EpicTuber, Jens, hey, welkom, wow. Jongens, guys, check die chat aan. Holy damn. Wauw. Top. En u hoort ondertussen, als u heel goed luistert in mijn livestream, hoort u een eend af en toe kwaken. En dat is een nieuwe abonnee op het kanaal D-Life van Noodweer. Dus daar kan ik weinig aan veranderen. Come on, where is mijn Picasso tool? Here is he. Ja, en hij heeft precies niet te veel zin. Where are you? De Picasso tool waar ik mijn aantekening mee maak, die is verdwenen. Ja, en nu? Dankjewel Chantal voor de update, maar zolang ik die tool niet heb, heb ik wel een klein probleempje, want dan kan ik eigenlijk niet verder. Ja. En wat heb ik nu gedaan? Oh my god, guys. Ik heb hier iets gedaan wat niet hoort. Het zal zonder de tool worden, guys. My bad. Blijkbaar heeft hij geen zin om zich te laten zien. Dylan, hup, gazen. We gaan direct gazen geven, jongen. Maar ik had die tool er toch wel graag bij gehad. Okay, guys, he's here, finally. Jongen. Okay, goed. Ook hier nog even het aantal likes en duimpjes meegeven en het aantal kijkers. 90 mensen live. Goedenavond. We kunnen starten. 18 minuten nu al in de live. Als je zegt, goed, deze streams willen sporten. Ik heb een verrassing, de nieuwe live en de nieuwe website, die komt eraan. Je kan altijd via de superchat hier zo onder, waar je reageert, dat is een klein dollartekentje. Daar kan je ook een superchat, een donatie geven aan Noodweer Benelux. En daar doe je mij heel veel plezier mee, maar ook jezelf. Want al die centjes die gaan naar die verdere ontwikkeling van de site, gaan ook naar de app en zo verder. En u hoort het goed. De app. Yes, it is. Mark. Dankjewel, DJ Vince. Let's go. We gaan erin duiken in de chart. Op dit moment hebben we geen probleem in de Benelux. Alles pijs en vree. Jawel. Alsjeblieft. De Benelux die heeft op dit moment wat zon te pakken. Geen regen, want ja, dinsdag in grote delen van België, vooral het zuidelijk deel, Wallonië en het zuiden van West- en Oost-Vlaanderen, had toch wel een behoorlijke bak regen, 5 tot 10 liter. Nu, vandaag hadden we zonnepanelen, hooray, hooray, die juichen, want eigenlijk komen we nu zo stilaan in een goede setting terecht voor de zonne-energie. Heel veel mensen die zeiden eerder in maart van ja, de zon schijnt en mijn zonnepanelen die presteren eigenlijk optimaal, ja, dat kan, maar nu april, mei, dat zijn eigenlijk de typisch beste maanden voor een hoge opbrengst qua zonnepanelen. De zon die gaat geleidelijk aan hoger staan en het is niet zo warm. Ook wel belangrijk voor die alternatieve energie. En tja, guys, morgen kan ik helaas alleen in de voormiddag wat zon leveren. Even de rechtstreekse lijn met hierboven raadplegen straks. Maar vanmiddag, of morgenmiddag liever, ja, komt de bewolking vanuit het noordoosten. Dus dan wordt het bewolkt vanuit Duitsland. En dan zijn we al vrijdag. En ja, morgen gaat het lokaal in het noorden van Nederland gaat het al wat sneeuwen. Holy pepperonis! Bam! Mag ik een hartje in de chat voor de one and only Marlena? Top.
top, Marlena. Dank je wel voor de support, jongen. Je komt straks in de video op de voorlopig eerste plek van de Hall of Fame. Yes, great girl. Thank you. Goed, let's go. We gaan met 90 mensen naar de GFS, het Amerikaans weermodel. That's the plan. Holy, hou je nu maar vast, want dit is de chart voor de komende dagen. Doreen, Hilde, Chantal, ja, die nemen al het voortouw met de hartjes naar Marlena. Ja, check dit gaan, jongens. Dit is niet mogelijk in het D-Live-platform. Toch niet wat superchats betreft, maar daar kan je dus, zoals gezegd, met die citroenen, met die diamanten en zelfs met die Lamborghinis, kan je wel de support uiten naar mij bijvoorbeeld. En ja, daar gaat er 90% naar de streamer. En dat is een van de enigste platformen wereldwijd die zo'n hoge support geeft aan een creator. Goed, guys. Dit is de huidige situatie. En bent u voor de eerste keer hier op de livestream? Wel, dan ga ik u toch wel in heel begrijpbare taal meenemen in het verhaal, want dat is mijn stijl. Het hoge drukgebied. Holy molies. In de buurt van Noorwegen. En er lekt ijskoude lucht vanuit Rusland naar het westen van Europa. Alsjeblieft. Bam. Ja, wat moet ik daar nog meer over zeggen? Hadden we dit in januari, ja, dan vroor het overdag. En dan ging het 's nachts gemakkelijk naar -5 tot -10 graden. Gemakkelijk met deze kaart. Want dit is een zuivere kaart die eigenlijk transportkou genereert. Dus koude lucht die vanuit Rusland op transport wordt gezet richting de Benelux, richting Duitsland. Dus GFS off the chain. Woe! Dus ja, jammer. Helaas, 11 april 2019, de weergoden die hebben gezegd, ja, we gaan Nicolas toch wel wat rustig houden in de livestreams tijdens de winter. We gaan dit soort weerkaarten niet pushen. Tja, jongens, als u denkt, dit is straf, we gaan GFS gewoon doorgaan. 97 mensen live, iedereen die de stream gedeeld heeft op Facebook en op Twitter, dankjewel. Dankjewel. Een 100 live zou super zijn, mochten we dat kunnen aantikken. Want nu, laat het even in de chat horen. Wie heeft er vorstgevoelige planten staan buiten? Of wie is actief in de tuinsector? Want wat er nu gebeurt... Holy damn. Ik ga voor het goede begrip even de Benelux accentueren. Ruben de Klerk, zijn er geen R8 die we geven? Ruben, yes, shout-out naar jou, man. Top, top comment. Ik ga even de Benelux accentueren met een rode cirkel. En dan moet u even kijken, hopelijk heeft u een goede bril, maar welk kleurtje ligt er boven de Benelux? Holy damn. En dit zijn kaarten die echt spicy zijn tot in de hoogste graad. Ik ben behoorlijk hyped, ondanks ja, een vrij jammerlijke setting dat we het nu moeten meemaken in april. Maar goed, het kan ook sneeuwen in april. Herinner u Witte Pasen en zo verder. Dat is uiteraard allemaal niet zo... onverwachts of zo uitzonderlijk, dat is het woord, Nicolas, dat je nodig had. Uitzonderlijk, holy, 5 seconden daarop nadenken. Nee, want ja, tegenwoordig wordt alles enorm gehyped. Ik weet niet of het u allemaal wel doorheeft, maar in de media, het is allemaal klimaatopwarming dit, zie dat, warmte dit, koude dat. Ja, tja, de mens zou eigenlijk vergeten dat ook in het verleden er een witte Pasen is geweest. Dus guys... Doe even normaal. Goed, we gaan het even zien. Joran, Lilian, Jerry. Top, thank you. Voor de reacties in de chat. Maar goed, voor dit weekend. Haal maar je vlies boven. Haal maar je plaid opnieuw naar de zetel. Of leg die maar op je bed. Trouwens, iets wat ik doe. Altijd last van koude voeten. Ja, u kent het misschien wel. En ja, dit is de kaart voor zaterdag. Over de Benelux. Komt een koude luchtbel.
een koude luchtbel om u tegen te zeggen. Dus ja, we gaan het gewoon even checken. De temperatuur op 1500 meter. 850 hectopascal. Die gaat gewoon de vrieskou in. Goed, ik laat het gewoon even aan jullie tonen. Dus we gaan even flashback doen naar vandaag. Hoe ziet de hoogtekaart eruit vandaag? Dit is de hoogtekaart vandaag. Goed. En we gaan die nu leggen op de 1500 meter. Bam. En u ziet al wat ik bedoel, jongens. U ziet het al. We zitten met bijna 100 in de live en 50 blauwe duimpjes omhoog. Wel, dankjewel iedereen. Thank you. De Benelux ligt hier in de rode cirkel. En dan, tja, follow what happens now. Hou dit nu even in de gaten. We gaan door richting zaterdag. Dus binnen 2 dagen. En u moet even kijken wat er op weg is. Tja. Goed. Ik hoef u hier eigenlijk niet een stuk informatie te geven, in die zin dat het heel duidelijk is. Deze kaart spreekt voor zich, het Amerikaans weermodel, beste weervrienden, want zo mag ik jullie toch eigenlijk wel beginnen noemen na al 2 jaar in de lives te zijn. Is het een heel hechte familie geworden. De temperatuur, guys. Zaterdag, -4 tot -8 graden. En Tiger Timon, die schrijft Nicolas de Magicus. Tiger, shout-out. Vuistje. Ja, zaterdag op 1500 meter keldert de temperatuur naar -8 graden. En om toch maar even te illustreren hoe bijzonder deze luchtsoort dan wel is, want die is toch wel vrij koud, denk ik zo. Alsjeblieft, dit is de regio Estland, Letland, Litouwen en het westen van Rusland. En u ziet daar dezelfde nummertjes staan, -8 graden. Sinkshot, vergeet ook niet de stratosfeer te bespreken. Wel, ik ga dat ook allemaal doen. Thibaut, waar moeten we anders de weerberichten volgen? Dat kan, Thibaut, op YouTube. We blijven op YouTube sowieso, maar de livestreams die gaan misschien eerder op het platform die we eerder in de stream besproken hebben. Dus guys, it's getting cold voor de tijd van het jaar. En we hebben het al een aantal dagen gezegd. En we kregen er in het begin van de week kregen we er ook wat tegenkanting op. Ja, jullie kondigen al aan dat het zaterdag lokaal tot winterse neerslag komt. Wel, guys, het is zo. Wij hebben het maandag gezegd, of maandag. En gisteren kwam het Koninklijk Meteorologisch Instituut van Nederland, het KNMI, met natte sneeuwicoontjes. Tja, guys. Er is volgens mij wel één reden waarom u hier allemaal zit. Veel meer gaan we er ook niet over zeggen. Bon, dat gezegd zijnde, het wordt koud. En zaterdag krijgen we maxima tussen de 5 en de 10 graden. Ik denk eerlijk gezegd dat we ergens gaan stranden rond die 7, 8 graden. Dat wel. Maar het gaat dus vriezen. Het gaat vriezen, dus parkeert u uw wagen vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag buiten, ja, dan mag u sowieso al rekening houden dat u gaat mogen krabben. Dus nu weet u het, dankzij deze livestream, zet die wagen als u kan maar binnen of leg er iets op, zodat u die ochtend vroeg kan vertrekken. Tja, en ik weet niet wat er scheelt, maar ik vind deze livestream behoorlijk smooth gaan, behoorlijk relaxed. Laat het even weten in de chat wat jullie ervan vinden. Mensen die het streamen via de Chromecast naar de tv, laat het even los in de chat. Oké, dus we gaan straks in detail kijken tot hoe laag die temperaturen gaan en of daar ook wat sneeuw bij zit. Dat gaan we houden voor iets later in deze stream, want ik wil jullie nog iets tonen. Ja, ik wil dus heel graag 20 graden en gisteren een urgent call, toch wel een spoedvergadering gehad met de
guys hierboven rechtstreekse lijn en gezegd van ja jongens, kom aan, wees even serieus. Nu nog zo'n koud scenario. Veel mensen die zien dat niet zitten, zeker de mensen in de tuinsector niet. Jullie moeten daar wat aan doen. Oké. We gaan zien of ze geluisterd hebben, want ik was vanmiddag niet thuis. Dus GFS, make me proud. Make me proud. Benny, ik ben zo blij dat Nicolas de livestream presenteert. Wel, Benny Bastiaansen, mag ik jou mijn support geven? Eén, omdat je reageert in de chat en gewoon omdat jullie, en niet alleen Benny, maar ook iedereen, deel uitmaakt van eigenlijk iets wat gestart is uit een passie van jongs af. Ja, dit is het, jongens. Dit is het verhaal, de story achter Noodweer Benelux als jonge man, als ja, tienjarige, laat ik het zo zeggen, kijken naar de wolken en daar een enorme fascinatie voor krijgen. En daar vanaf 2012 dan Noodweer Benelux ondersteken en zo groeien. 120.000 op Facebook, holy damn. Vuistje naar iedereen die kijkt. Bazen, bazen. Mike Hoetals, die schrijft in de chat, Nicolas, check je phone. Goed, I'm doing that. Mike, hartjes in de chat. Mike, die heeft via onze website noodweer.be een donatie gedaan. €15, Mike. Thank you. Super bedankt. En in tegenstelling, en dat mag ik misschien niet zeggen, maar ik ga het toch wel doen. In tegenstelling tot donaties die jullie misschien op andere zaken doen. Jullie weten waarschijnlijk niet waar dat geld allemaal naartoe gaat. Wel, ik kan hier in eer en geweten zeggen, 1 juli gaat er door al die donaties, gaat er een nieuwe site staan. Bam! Er gaat een nieuwe site staan die ook betaald is dankzij jullie giften. En dankzij ook mijn inzet uiteraard. Maar ja... In tegenstelling tot al die loesje affaires, ja, bij ons gaat u ook gewoon zien dat we gewoon next level gaan. Jawel, Noodweer Benelux, we are going bring it to the roof. The roof, the roof is on fire. Boom. Oh. En als we gaan zingen, ja, dan weet u het, met 100 mensen live, Nicolas is on fire. Goed, en ik ben echt on fire met deze kaart. Jongens, geen idee wat jullie nu denken bij dit kaartje van GFS, maar ik weet al wat hierachter zit. Een low pressure, laag druk in de buurt van Portugal, wat daar zorgt voor heel wat buien. Maar goed, ik ga niet naar Portugal. Nee, ik blijf gewoon gezellig in België. En ja, met dit soort kaarten, holy pepperonis, drop maar wat rode pepers in de chat, jongens. It's time to go wild. Dit is straight from Africa. Dus de lucht komt hier gewoon. Als dit uitkomt, en ik had daarnet, moest ik tanken met de wagen. En die mevrouw zei tegen mij, ja, volgende week zijn ze al aan het spreken in de media van een iets zachter intermezzo, 15 graden, maar het zal niet veel meer zijn. En ik zei tegen mevrouw, ja, we gaan er niet om wedden, maar het scheelt niet veel. Ik had het eigenlijk beter gedaan, maar ja, met dit soort kaart, jongens. 20 graden in de pocket. Come on. Lilian die schrijft, jij en het hele team verdienen dit. Ja, Lilian. Niet alleen wij verdienen dit, maar gewoon iedereen die gewoon er vanaf het begin bij was. Vanaf 2012. Die verdienen gewoon het beste. Het beste. Jawel. Dus GFS maakt het behoorlijk spicy. Donderdag 18 april wordt er vanuit het noorden van Afrika een warm air advection gegenereerd. Die hier wordt gesymboliseerd door de zwarte pijlen. En die warme lucht gaat dus, als alles uitkomt, want ja, we zitten hier eigenlijk over een week te gaan voorspellen. Maar goed, we gaan dat gewoon even doen, jongens. Als het uitkomt, dan gaan we easy naar de 20 graden, want de warmtepomp die draait op volle toeren, jongens. Prachtig, prachtig. En ik wil eigenlijk wel eens zien wat het verder gaat doen volgend weekend met Pasen 2019. Jongen, jongen, holy damn, dit is een zalige case. Dit is een zalige case.
En het is vroeg op het jaar. Het is vroeg, maar dit, als we dit hebben in de zomerperiode, en dan denk ik vooral de maanden juni, juli, augustus. Laat het even los in de chat. Wie is onweerliefhebber? Dit is een onweerscase. Holy damn. Tjonge, jonge. Hey Michael, welkom in de stream. Thibaut, zo mensen ontmoet je met dezelfde passie als jou. Yes, it is. Wij hebben hier een onweerscase op de kaarten staan. Dus we hebben 100 mensen live. Goedenavond iedereen, ik ben Nicolas van Noodweer Benelux. En na een koud weekend dat komen gaat, met in de nacht van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag, vrieskou aan de grond, dus die vorstgevoelige planten binnenhalen die handel, lijkt het volgende week het weertype uit een totaal ander vaatje te tappen. En met het woordje tappen, daar denk ik dan toch om iets te drinken. We gaan het uiteraard wel bij spa houden. Dit is een prachtige case wat we zien volgende week. Namelijk een onweerscase waarbij onstabiele warme lucht via Corsica, Sardinië en Ibiza naar het zuiden van Frankrijk gaat en dan ook later de Benelux bereikt. En ik moet u hier misschien op tonen waar de Benelux ligt, want het lijkt allemaal heel vanzelfsprekend, maar er zitten hier uiteraard ook mensen bij die niet zoveel weten van de weerkaarten. En dat is de grootste betrachting van Noodweer Benelux. Namelijk, wij geven niet alleen het standaard weerbericht met de icoontjes voor de komende dagen, not of our cup of tea. Dat is niet onze stijl. Wij willen jullie eigenlijk de tools geven om gewoon de weerkaarten zelf te analyseren. Yes, jongens. En dan gaan we wel eens wat zien. Dan gaat gewoon heel de userbase van Noodweer Benelux gaat gewoon de weerkaarten kunnen lezen. En tja, dat is de beste manier, denk ik dan. Wauw, dit is echt... Ja, ik zou eigenlijk moeten naar de volgende reeks van kaarten gaan. Dus hierop drukken om te zien wat er dan gebeurt. Maar dat ga ik niet doen, want dan zit ik al op 20 april te gaan verwachten. En ja, dan hoor ik het weer al rinkelen. Ja, Nicolas, en het is al meer dan 7 dagen ver. En het is onbetrouwbaar. Ja, die hebben wel een punt. Maar dit soort cases die gaan zich moeilijk van de wijs laten brengen. Dus... als ik ergens zeg, nu in de stream, dat we volgende week gaan landen, volgende week, donderdag, vrijdag en in het weekend naar een 20 graden, u was er als eerste bij in deze stream. Jawel. En we gaan even zien hoe warm die luchtsoort wordt. Hoe warm wordt het dan uiteindelijk? Want dan zit u nu met die vraag. Oké, okay, give me a minute. Even flashback naar vandaag. Off we go. En ja, u ziet het, voor komend weekend, de Benelux, even markeren, 100 mensen live. Eigenlijk had ik moeten een promotie doen op onze Facebookpagina. Ik had het eigenlijk moeten doen, maar ik ben het vergeten. Want eigenlijk is het wel belangrijk. Dus ik hoop, als je later in deze stream kijkt, mag je sowieso je reactie droppen hier onder de video, maar dat je die ook nog snel even deelt met je kennissen en vrienden, want ja, als je vorstgevoelige planten hebt staan buiten, ja, het zijn natuurlijk allemaal dingen die geld kosten. En als ik daar kan aan bijdragen om die planten ja, te beschermen, dan ga ik dat hier ook doen. Goed, we gaan verder. Dus komend weekend, Sophie, wordt het dus kouder met op zaterdag de meest koude luchtsoort, min 8 graden op 1500 meter. En dan gaan we door naar volgende week en houdt u even Noord-Afrika in de gaten. De warmtepomp, die slaat aan. Die slaat aan, come on, bring it to me, baby. Bring it to me, holy damn. Jongens. Van een spicy chart gesproken. Zie wat er nu al gebeurt. En we zitten nog niet op volgende week in het weekend. Hier hebben we het lage drukgebied. Bam. En hier, boven het noorden van Afrika, wordt een luchtsoort gegenereerd, subtropisch van aard, 20 graden op 1500 meter. En het gaat richting het noorden. Are you following me? Gaat het richting
Frankrijk en krijgt ook de Benelux daar iets van mee. We gaan het nu zien. En we gaan er een wedstrijdje aan koppelen. 5-4-3-2-1-0 in de chat, guys. Liander, vriestemperaturen in het weekend? Jawel. Dus zeker de nacht van zaterdag op zondag gaat het ook aan de grond vriezen in West-Vlaanderen. Grietje, welkom in de stream. Super dat je erbij bent trouwens. Grietje, welkom. Als je nieuw bent op ons kanaal en je zegt, ja, ik wil ook wel lid worden van dit kanaal, even op die rode knop drukken van YouTube. We zijn op weg naar de 7400, als ik me niet vergis. En Remco van S, ja, proficiat Remco. En Carmela wordt gevolgd op plekje nummer 2. En tja, check de chat. Er hoeft niet veel woorden bij. Wauw. We gaan knallen naar het weekend van Pasen 2019. Tja. What do I have to say? Wat moet ik zeggen? De luchtsoort die ons volgende week vrijdag, als alles loopt volgens het boekje, dus we gaan zeker ook nog, ja, misschien zondag een nieuwe live doen op YouTube of op D-Live, een van de twee. Straks gaan we uitleggen wat D-Live is voor de mensen die er nog maar net bij zijn. Maar als alles loopt volgens plan, ja, dan mag u noteren. Volgende week donderdag, vrijdag, tussen de 15 en 20 graden, lokaal meer. Moet misschien wel lukken, want ja, eigenlijk vertrekt die luchtsoort origineel vanuit het noorden van Afrika. Laat ondertussen ook even weten in de chat wat jullie vinden van de huidige livestream hier op YouTube. Wat jullie vinden van mijn informatie, want ik vind in eerste plaats, en dat moet ik toch wel zeggen, jullie feedback heel belangrijk. Als jullie zeggen, ja, Nicolas, het trekt allemaal op niet veel wat je te vertellen hebt, drop maar in de chat. Als jullie zeggen, super informatief, drop het ook maar in de chat. En als je zegt, dit was de laatste keer dat ik Noodweer Benelux volg, drop het ook maar in de chat. Dan zie ik dat. Goed. Nee, maar goed, alle gekheid op een stokje. Jullie maken de community. Oké. Marcel, welkom in de stream. Michael, komt er sneeuw in Zoetermeer? Wel, Michael, je zit er eigenlijk net op tijd goed bij, want we gaan nu kijken naar ja, die sneeuwvalkaartjes in detail. Yes, we do. Give me a minute. Ik ga daarvoor even een call doen. Ik ga het doen op Facebook. We gaan een call doen op onze Facebookpagina, Noodweer Benelux, om een aantal mensen naar deze stream te krijgen. Dus ik ga jullie even op de chatversie zetten en dan gaan we in de komende 5 minuten de sneeuwvalkaartjes bekijken in detail. We gaan het ook hebben over die temperaturen aan de grond, tot hoe ver gaat het vriezen en hoe warm wordt het volgende week. Dus guys, hold on. We gaan even iets crazy doen. We gaan de stream die nu open staat, gaan we sharen op onze Facebookpagina. En ik ben echt wel benieuwd wat er dan gaat gebeuren. Wie is er nog benieuwd? Give me a minute. We gaan het gewoon even doen. Dus ik zou zeggen, drop ook op jullie Facebook- en Twitterpagina even de streamlink van deze video op jullie social media. En dan gaan we proberen, we gaan zeggen proberen, om naar die 200 mensen, 300 mensen live te gaan, misschien zelfs hoger. Dus, give me a minute. We gaan het nu proberen. Spannend. Goed, ondertussen zie ik de reacties voorbij komen. Oké, okay. It's real, Marlena.
Dankjewel voor de support trouwens. Alle hartjes naar Marlena. De melding vertrekt in 3, 2, 1. Let's go. En dit is de eerste keer dat we het gaan doen. Terwijl we live zijn op YouTube. Dus oké, ik hou mij vast aan de takken van de bomen. Remco, welkom. Welkom, jongen. Super dat je erbij bent. Voilà. Goedenavond iedereen die erbij is in de stream. Alle mensen die vanuit Facebook naar de stream komen, van harte welkom. We zitten al met heel wat mensen in de stream en het is super dat jullie erbij zijn. We gaan het nu hebben over de vrieskou komend weekend en de mogelijk zeer zachte temperaturen volgende week. Dus enjoy the stream. Enjoy the stream. Oké, here we are again. 91 mensen live. De melding die staat online, dus we gaan zien wat er gebeurt. We gaan het zien. En nu gaan we beginnen met die minimumtemperatuur. En hiervoor moeten we naartoe. Yes, it is. Goed, op vandaag zien we dat die temperatuur qua maximumtemperatuur rond de 11 graden zat. Dus dat was allemaal wel goed en best te pruimen. 96 mensen live. Iedereen die vanuit Facebook komt, welkom. Welkom. We hebben een melding geplaatst. Welkom Aline. We gaan zien of het komende nacht al tot vrieskou komt. Let's go. Hey Marielle, 100 mensen live. Welkom iedereen vanuit Facebook. Laat het even weten. En we gaan kijken of het vannacht al gaat vriezen. Dus ja, deze stream die zegt dat we uiteraard komend weekend richting een zeer koud intermezzo gaan voor de tijd van het jaar. Dus heeft u vorstgevoelige planten staan, haal die toch maar binnen. Dankjewel, Chris Willems. Geen vorst, de fruitbomen staan in bloei. Wel, Chris, dankjewel voor die melding. Super dat je erbij bent, maar volgt u maar even live mee. Dit zijn de minimumtemperaturen voor morgenochtend. En dan ziet u dat we eigenlijk in de Benelux, behalve hier voor het noorden in Nederland, dus we gaan het even accentueren. 104 mensen live. Goedenavond iedereen. Welkom in de livestream van Noterbenelux. En hier zien we ook de regio morgenochtend die gevoelig is voor zeer lage temperaturen. En dan zit ik te denken aan grondvorst 110 ondertussen. En het gaat omhoog. Goedenavond, welkom. Ik ben Nicolas van Noterbenelux en ik breng jullie op de hoogte, want het wordt kouder en het gaat ook vriezen. Ja, morgenochtend, vooral hier in het zuidoostelijk deel van België en in het noordelijk deel. We gaan dan verder richting zaterdagochtend. En zaterdagochtend komt die koude luchtbel van min 10 graden. En u hoort het goed, min 10 graden richting de Benelux. En we gaan het even zien wat het dan doet. Dus we gaan doorspoelen naar zaterdagochtend, 115 mensen in de stream. Heel veel mensen die nu binnenkomen vanuit Facebook. Goedenavond, welkom. Goed, dit is de temperatuur op het middaguur, vrijdag. Maar dat is niet zo interessant. Wat we willen uiteraard gaan zien of het zaterdagochtend opnieuw gaat vriezen. En ja, jongens, dit is de kaart voor 2 uur na middernacht. En dit is al behoorlijk frisjes, jongens. Wauw, dit is de kaart voor 5 uur UTC op zaterdag. 120 mensen live. Iedereen welkom vanuit Facebook. Ik ben Nicolas, jullie kennen mij misschien wel via de livestreams. Wij brengen hier het weer en we gaan ook jullie nu moeten toch waarschuwen, zo is het. Want het gaat vriezen aan de grond sowieso, maar ook wellicht een thermometerhut. Want dit is de kaart voor 5-6 uur zaterdagochtend en dan ziet u dat die temperatuur eigenlijk flirt met het vriespunt en er zelfs op veel plaatsen onderduikt. Dus kent u mensen die planten niet hebben buiten staan die vorstgevoelig zijn, haal ze dan toch maar binnen dit weekend door. Overdag op zaterdag
De maxima die blijven eigenlijk schommelen rond een frisse 7 graden. 7, 8 graden zien we hier ook. En de neerslag die mogelijk is, dus als er een bui komt, dus we gaan even terug naar de ochtendperiode. Als er een bui komt, dan kan die op zaterdag gepaard gaan. En ja, nu gaan er heel veel mensen toch wel wat schrikken. Dan kan die gepaard gaan met een winterse variant. In de lager gelegen gebieden, onder de 200 meter, verwacht ik geen sneeuw, geen natte sneeuw. Daarvoor lijkt het mij niet koud genoeg. Maar in de gebieden tussen de 200 en de 400-500 meter, daar gaat het wellicht wel lukken. U ziet dat die sneeuwicoontjes vooral boven Duitsland al zitten en boven de Ardennen. Dus we gaan dat even markeren. 133 mensen live. U bent er net op tijd bij. Want het wordt kouder dit weekend. We hebben het al een paar keer gezegd. Dit hier is uiteraard Luxemburg en de Hoge Venen. Daar gaat het zaterdag, volgens dat u nu ziet, tot sneeuwbuien komen. Dus we hebben het ook niet uitgevonden. Dit is het Amerikaans weermodel die het berekent. En de duimpjes die gaan ondertussen omhoog. Dank je wel daarvoor. Dank je wel. Duimpje ook naar jullie. Dan gaan we zien wat het zaterdag namiddag doet. Zit er een sneeuwicoontje in de buurt? Nee. Het lijkt hier tijdelijk wat uit te breiden naar het centraal gedeelte van België, maar voor Nederland lijkt er geen sneeuwicoontje in te zitten. En dat is toch wel opmerkelijk, want de vorige run en die van gisteren die gaven hier ook wat sneeuwsignalen. Dus straks gaan we ECMWF, de beste weercomputer, er ook even bij pakken. Wat zegt die? Waar blijft die zomer? Danny Wessels. Hey, Danny, super dat je erbij bent, jongen. Dank je wel voor je reactie in de chat. Ja, wie nu zomer wenst, dat is allemaal nog kort dag. We moeten een beetje wachten. En eerlijk gezegd, ik zit niet te wachten op een herhaling van de zomer van 2018. Heel veel droogte, heel veel problemen die zouden ontstaan als we dat scenario herhalen. En ja, bij Noodweer Benelux is het eigenlijk niet te doen om die meest extreme zaken om die te herhalen. Ook al noemen we Noodweer Benelux, maar nee. Schade is voor niemand fijn. En ja, eigenlijk de reden waarom we bestaan is om jullie te waarschuwen, om dat net te voorkomen. Goed. Wat zien we nog in de chat? Remco, dankjewel voor de update. Hey, USA. Ja, daar gaat het inderdaad, Chris, behoorlijk los in de USA. Daar is het gisteren 30 graden geworden en ja, vandaag vriest het daar al, min 3 op diezelfde plaats. Dus ja, als we dat weer typen in de Benelux hadden, jongens, dan ging het dak er echt wel af. 140 mensen in de stream, goedenavond iedereen. Goed, ik ga een korte samenvatting geven voor iedereen die nieuw is. Komend weekend, vrijdag, zaterdag, zondag, maximum temperatuur tussen de 5 en de 10 graden. Zaterdag kans op een lokale bui die in de Ardennen, zoals we nu ook zien, winters van aard is. Natte sneeuw, misschien zelfs met een goede timing ook wat sneeuw. Dus iedereen die nog een vlog wil zien, allen daarheen. En na het weekend, operatie opwarming. Operatie opwarming. Dus iedereen die deze koude niet ziet zitten, blijf er nu maar even bij. Want we gaan jullie de temperaturen geven voor volgende week. Het lijkt er op dat de tweede week van de paasvakantie voor de Belgische volgers onder Noodweer Benelux, dat die eindelijk gaat opwarmen. En tja, ik zou zeggen aan alle kids, profiteer maar in de tweede week van de paasvakantie. Laten we hopen dat er ook wat zon bij gaat. We gaan nu even naar de maandag, volgende week. Hoppa! Operatie opwarming wordt gestart op maandag 15 april. Iedereen tevreden? 14, 15 graden? Drop even jullie reactie in de chat. Of mag het allemaal iets warmer? Mag het allemaal iets warmer? Goed, ben benieuwd. We gaan meteen door naar dinsdag. De 16e april, dat is volgende week, dinsdag. Oké. Gaat de goede richting uit. 16 graden al qua maximum temperatuur. We mogen daar misschien met wat, met wat zon daarbij, mogen we daar zelfs een graadje bovenop doen. Netjes.
Netjes. Daniel, die schrijft heerlijk die kou. Wel, Daniel, er zijn heel veel tegenstrijdige meningen uiteraard. Heel veel mensen die kou de graag zien komen nog dit weekend. En heel veel mensen die deze charts die ik nu toon, ja, die zeggen, Nicolas, het is april, weg met die sneeuw, weg met die kou. It's time for some, ja, hogere temperaturen. We gaan naar woensdag. Wednesday, 17 april. Oh la 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 la. 17 april, 17 graden. En toch wel opmerkelijk, hier in de Ardennen, beduidend kouder ook met uitbreiding voor het westelijk deel van Duitsland. Daar zullen dus waarschijnlijk enkele buien zitten, daarom dat het zo koud blijft in die regio. Lilian die schrijft, goed zo, Lilian. Misschien kunnen we je blij maken met de charts voor donderdag. 86 duimpjes omhoog op deze video, dankjewel iedereen. Thank you for the support. Dank je wel. We gaan naar donderdag. We gaan zien. En ik ben wel benieuwd hoor. Donderdag 18 april. Let's see. Holy molies. Ja. Mevrouw van het tankstation. Misschien volg je de livestream. Nee goed, iedereen die er net bij is. Ik had een half uurtje geleden, of een uurtje geleden liever, had ik een gesprek met iemand die zei van ja, volgende week, het zal eerder 15 graden zijn. Ja, volgende week donderdag. 20 graden. Bam. Dit willen we zien. 20 graden. 18 april. En ik ben een hooikoorts patiënt, dus wat dat betreft... Die 20, 21 graden is qua temperatuur wel goed, maar voor de hooikoortspatiënten onder ons, ja, die zitten aan de medicijnen, denk ik dan. En dat is allemaal wel wat minder, dit weertype. En ook vrijdag, 19 april, ja, allemaal behoorlijk, behoorlijk warm. Dus ik kan het eigenlijk, deze stream, we zitten een uurtje nu live, kan ik goed samenvatten. Dit weekend kouder, kans op vrieskou, haal uw vorstgevoelige planten binnen. En na het weekend wordt operatie opwarming op gang gebracht vanuit het noorden van Afrika. Dan gaan we die luchtsoort krijgen die vooral vanaf donderdag, vrijdag, zaterdag echt wel warm wordt in de bovenlucht. En dan gaan we 20 graden aantikken. Wat mij betreft, ja, ben ik klaar met de livestream. Ik wil iedereen van harte bedanken om er alvast bij te zijn. Deze maand testen wij een nieuw platform uit. Het heet D-Live. We willen daar gerust nog even naartoe gaan. Even zoeken. D-Live. Noodweer Benelux, dat is het. De beschrijving van onze YouTube-video hier. Daar staat ook het linkje op. En ja, uiteraard zijn we daar nu niet live op. Dat is logisch. En heel veel mensen die hebben ondertussen tijdens deze livestream de tijd genomen. Kijk eens aan. Hoeveel er hier al zijn gaan volgen. Dus D-Live is het nieuwe platform die we uittesten in de maand april bij Noodweer Benelux. Daar gaan we livestreams op doen. En waarom schakelen we over? Dat moet ik er nog even bij zeggen. Omdat YouTube kanaaltjes onder de 10.000 volgers eigenlijk een stuk benadeelt. En ook met dit platform kunnen jullie heel wat leukere dingen doen. Waaronder even zien of we het hier kunnen ophalen. Nee, het is al weg. Jullie kunnen er ook gif-images aan toevoegen. Jullie kunnen zelf er ook iets aan verdienen. Dus wat dat precies is, zoek het maar even op Google. Dat is onze beste vriend. Dus iedereen die ons wil volgen op D-Live, het staat hier in de beschrijving van de video. En ja, even op het hartje drukken. Followen is de boodschap. Iemand schrijft, wil je nog de stratosfeer beschrijven? Ja, doe ik zeker. Doe ik zeker. Dus het feit dat het nu een redelijk zwart scherm is, is uiteraard omdat we nu live zijn op YouTube en niet op D-Live zelf. Ik ga het nog even laten openstaan. Wie weet komen er nog een aantal mensen bij. En ondertussen ziet u het hier. We zitten op 56 volgertjes. Dus ja, misschien kunnen we na deze livestream de 100 aantikken. Hoppa, Sandy de Boos. Superbaas, dankjewel. Kijk, je komt... rechtstreeks live in de stream. Dus we gaan zien hoe het werkt. Het is een totaal nieuw platform, volledig nieuw. En het wordt een zeer grote concurrent van YouTube. Misschien zelfs beter. We zullen zien. Goed, de stratosfeer.
Give me a minute. Kun je ook superchats geven op D-Live? Nee, Jan. Ik zou iedereen trouwens aanraden, wil je de support geven aan Noodweer Benelux? Je kan dat eigenlijk het beste doen via onze website. En dat ga ik even markeren. Hier staat er een knop waar je eigenlijk via ING, KBC en zo verder alle mogelijkheden, PayPal, een gift kan geven aan onze organisatie. En dat gaat integraal, en dat wil ik onderstrepen, naar de nieuwe site, de nieuwe technologie en naar de app van Noodweer Benelux. Want daar zitten we al lang op te wachten. Goed, dat allemaal gezegd zijnde, de stratosfeer. Oké, guys, give me a second. De stratosfeer die is bezig aan haar laatste einde. Die kent namelijk haar final warming. En dat is eigenlijk typisch. De final warming komt ieder jaar opnieuw terug. En ja, alsjeblieft. Dit is de huidige stratosfeer. Compleet van de tafel geveegd. Als u weet hoe het eruit ziet in de wintermaand, dan is dat een volledig blauwe cirkel, donkerblauw. Nu, de final warming, die breekt die eigenlijk in meerdere stukken. Stuk 1, 2 en stuk 3. Alsjeblieft. Dus dat is eigenlijk iets typisch dat we zien ook na de zomer, dat die stratosfeer volledig verdwijnt. Dus het is ook niet iets om je zorgen over te maken. Maar ja. Anjeke, het gaat niet via de website. Jawel hoor, het zou wel moeten gaan, Lilian. Want bij Mike is het ook gelukt. Zo net. Goed. Laat het even weten. We gaan zien wat er gebeurt met die stratosfeer. Die blijft ja, eigenlijk gewoon klappen krijgen. En alsjeblieft jongens, er komt hier zelfs op 19 april nog een extra warming erbovenop. Ja, dus ja, the final warming, it's real. En dit is eigenlijk iets wat we frequent zien naar ja, de nieuwe of de zomer, het nieuwe seizoen, dat bedoel ik. Jarno, kunnen we ook doneren op het nieuwe platform? Dan bedoel je D-Life? Ja, dat kan. Daar kan je Linos kopen. Linos is de virtuele munt. Vergelijk het een beetje met Sparks, zoals we ook hadden een aantal streams geleden. Je kan die Linos zelf kopen via PayPal. En dan kan je ons supporten via die Linos. Dan kan je voor ons een ijsje kopen, een limoen of een citroen, hoe je het ook wil noemen. Een diamant kan ook allemaal. En dat allemaal op D-Life. En zelf kunnen jullie er ook iets aan verdienen, maar ja, dan moet je even op Google checken. Namelijk, hoe langer je de streams bekijkt van Noodweer Benelux, en dat is echt een crazy feature, hoe voller die schatkist komt. Er staat namelijk een schatkist als wij live gaan onder onze video, bij D-Live, en dan moet je even via de telefoon de app downloaden, en dan kan je op die schatkist drukken. En ja, dan verdien je 1 lino. Dus, en hoe meer je reageert, hoe langer je kijkt naar onze livestreams, hoe sneller die schatkist open gaat, jongens. Dus wat een crazy platform, jongens. Ik vind D-Life niet, schrijft iemand. Het staat in onze beschrijving, ons kanaal, even via Facebook inloggen. En ondertussen heeft ook Joeke alles gevonden. Tom Raas heeft ook alles gevonden. Ik dacht eerder Tom Waas. en ik schrijf even aan iedereen. Welkom. Voilà. Goed. Dit was de stream van Noodweer Benelux. Als je zegt, ik heb nog vragen, bereik ons sowieso hier onder in de reacties van de video. En uiteraard op onze website noodweer.be kan je in het weerforum terecht. Hier zit het weerforum, daar kan je ook deelnemen aan alle reacties. Goed, Lilian, stuur mij even op mail een screenshot als je wil. En dan kunnen we kijken hoe we dat moeten fixen. Oké, jongens. Het was een super toffe livestream. Laat het even nog weten voor mij wat jullie er zelf van vonden. Ik had daarnet niet alle tijd om de reacties op te lezen. 1 uurtje zijn we live gegaan. Ben je er nu pas bij via Facebook? Je kan deze stream uiteraard herbekijken. We zitten op 95 duimpjes. Top. En we zien elkaar dit weekend sowieso terug. Dat is de bedoeling.
Carmela die zegt, ik wens u dan een fijne avond, Nicolas. Merci voor deze live weer. Carmela, het is een eer. Het is een eer. Goed, we gaan naar het chatscherm. Voilà. Hoppa. Dus als er nog vragen zijn, laat ze maar even komen. Sandy, geen enkel probleem. Zeer graag gedaan. Zeer graag gedaan. Een nieuwe update om de week is eigenlijk wel fijn voor jullie allemaal bij te praten. En zet zeker die vorstgevoelige plantjes, zet ze maar binnen, jongens. En aan de dames ook. Voorlopig geen nieuwe vragen in de chat. Remco, dankjewel voor de melding. Super Lilian, geen probleem Thibaut. No problem. Chantal, bedankt om erbij te zijn. Geniet van de avond, Mike. Dankjewel trouwens voor de support, Mike. Top. Marlena, geen probleem. Super bedankt om ons zo goed te volgen. Willem, goedenavond Willem. Fijn dat we jou ook zien in de streamchat. Niels, Jan, dankjewel. Jelmer, Nicolas, wat denk je ervan om op het forum ECMUF nog even te bespreken? Komt voor de bakker, Jelmer. Dus iedereen die nu binnenkomt, we gaan op het forum. Gaan we het sowieso ook even hebben over ECMUF vanavond. Ken, ja, we kennen dat platform. Misschien is het nodig, zou je daar, als we dat eerlijk vragen, zou je daar ook iets aan bijdragen dan? Jean-Pierre de Kempe, bye bye. Hey Jean-Pierre, een gevestigde waarde. Ronald, bedankt voor deze weer geweldige stream. Leuke zin trouwens. Bedankt voor deze weer geweldige stream. Prachtig. Goed jongens, Niels is inderdaad gelukt. Leen, welkom op onze D-Live account. Is gelukt. Super Doreen, veel succes. Even via je mail of Facebook en dan gaat dat zeker lukken. Remco, bye bye, tot de volgende. Joycey, ook op onze D-Live. Top. En het gaat behoorlijk snel nu. Jelmer, geen probleem. Shout-out naar jou, jongen. Shout-out. Dus iedereen die er nu pas bij is, de stream zit er nu wel helaas op. Bekijk die gerust even opnieuw als je alles wil weten over... het weer komend weekend, want het gaat vriezen en volgende week weer opwarmen. Niels, je krijgt inderdaad ook een melding vanaf je geabonneerd bent op ons kanaal daar. Zeker en vast. Dylan, kan je de video's herbekijken? Dat is een goede vraag, Dylan. Het is eigenlijk een livestream platform, dus het is een beetje de vraag hoe lang ze die video's houden. Dus daar moet ik wel even over nadenken. Als ze die video's dan verwijderen, ja, dan zijn we ook wel die content kwijt. Goed, ik ga het hierbij houden. Even snel nog een pizza bestellen en we zien elkaar dit weekend. Dat zal wellicht zondag zijn. Terug met een nieuwe livestream van Noodweer Benelux. Shout-out naar jullie allemaal. Ken, bedankt. Super, super. Gaan we zeker aan denken. Thank you, man.